Jongeren in Suriname zullen niet in de steek gelaten worden. Ze zullen, zoals beloofd, een stuk grond krijgen. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi donderdag bij de ingebruikname van praktijklokalen in Komowijnen. Maar je weet wat we gezegd hebben tijdens de campagne. Jongeren die hier studeren, die willen ook een stukje zekerheid hebben. Die willen ook een stukje grond hebben. En we hadden gezegd, alles summa vanaf 18, maar de wet zegt vanaf 21 moet een stukje grond kunnen krijgen. En wat was de regering beslist? Laten we kijken naar die registratie. De minister van GVB heeft opdracht gehad. Online registratie, app registratie. En we hebben gisteren de presentatie gehad van het team van de minister van GVB, het team van het kabinet. Ruim 60.000 mensen hebben geregistreerd. Ja, maar we registreren. Motel Pelagrom. Komen wij dan? 700 van die geregistreerden gaan vandaag hun grondpapieren hier in Komowijnen in ontvangst nemen. Santokhi gaf aan dat er in Komowijnen een start is gemaakt met het traject om de geregistreerden hun stuk grond te laten krijgen. Het staatshoofd benadrukte dat alle geschikte percelen in het land geïdentificeerd zijn. En nu gaan we invullen geven aan die gronden. Dit is agrarisch, dit is bebouwing, bewoning, dat is steunbouw. Deze zijn die aanvragen. Die gaan daar krijgen dat district, die gaan daar krijgen dat district. En dan gaan we beslissen wie kan zelf bouwen. Bouwfonds, gaan we goedkoop kapitaal daar brengen, 5% rente. En als we maar een man bouwen, openbare inschrijven gaan we bedrijven uitnodigen. Begin te bouwen. En daarvoor gaan we goede regelingen treffen met financiers. Dat is de richting die we opgaan. Belangrijk vandaag, mijn mensen, om hier te komen wijden. Komen wijden, gefeliciteerd. Meer zorgen, gefeliciteerd. Kinderen, gefeliciteerd. Minister, gefeliciteerd. DNA-leden. Ook gefeliciteerd, iedereen gefeliciteerd, die stresscommissaris. Er zijn heel wat activiteiten, maar we gaan ervoor. Maar komen we heen, andere plannen zijn er. De opdracht is al gegeven aan de minister van TCT en OV. Santokhi zei dat de brug vanuit Laarwijk naar Domburg binnenkort wordt gerealiseerd. Verder zal de openbare inschrijving beginnen voor het inzetten van een veerboot van Paramaribo naar Komowijnen.